Dit is Olof Waldman, de wijkbrandweerman van Schiedam. Jarenlang was hij onderdeel van het brandweerteam in de stad, maar nu verruilt hij de brandweerslang voor een meer casual uniform. En met zijn scooter scheurt hij vanaf vandaag door de straten. Je probeert de burger naar de brandweer toe te krijgen, zodat wij voorlichting kunnen geven op betrekking tot brandveiligheid. Als voorbeeld kan ik wel noemen een mevrouw die aan het stofzuigen was en met een snoertje een kaars had omgetrokken. Ze had geen rookmelder hangen en daardoor bleek dus dat ze veel te laat erachter kwam dat achter haar al een brand was ontstaan. Die in die tijd al onbeheersbaar was geworden, zodat ze alleen 112 nog maar kon bellen. En misschien had goede voorlichting deze brand wel kunnen voorkomen. Voor de kazerne in Schiedam is het nog even wennen. Maar de wijkbrandweerman is geen nieuw fenomeen. Luc van den Bulk is al een jaar lang de steun en toeverlaat van bewoners in Rotterdam-IJsselmonde. Welke tip wil jij je collega meegeven? Maak vooral veel gebruik ook van je social media, dus Twitter en Facebook. Ik heb bijvoorbeeld een melding een keer gehad van iemand die bij de plaatselijke supermarkt, bij hem in de buurt, de nooduitgangen waren geblokkeerd, kratten bier en dergelijke. Ik ben op mijn scooter gestapt, ben er naartoe gegaan en ik heb daar een manager van de supermarkt aangesproken en de volgende dag ben ik nog een keer langs geweest en toen was het allemaal verwijderd. Het meeste waar ik naar uitkijk is toch het contact met de burger en uiteindelijk het zien van het resultaat, als je goed begrepen wordt. Is het een roeping? Het is een roeping. Wijkbrandweerman, dat doe je met je hart. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is vooralsnog zeer tevreden over de proef met de wijkbrandweerman. Over een jaar wordt bekeken of ze aanblijven.